kan je de beginperiode nog goed herinneren. Geen hel, geen matten en geen snijvrij gerief. Hoe deden jullie dat dan? Ja, met veel valpartijen erbij en veel kwetsuren soms, maar minder zware kwetsuren, want de snelheid was er nog niet uit. Naar Bayern, dus kilometer 120 dus bij München, naar tegen de Oostenrijkse grens, in Zell. De vierde schone fiets, waar ik al 20 jaar ga. En we zijn de wedstrijden voor een leeftijdscategorie per 5 jaar. En dat is goed verlopen, maar zonder training op lange baan. En hoe was de resultaten? Gewoon natuurlijk. Gewonnen! Proficiat alvast? Ja, we doen het voor die minder. Volgens dat ik zie, ik ga weinig wedstrijden voor. Ik heb alleen het Vlaams kampioenschap gezien. Ze doen het heel goed. Ik vind dat de mentaliteit is goed en het wordt goed begroet en geleid. Wordt goed gedaan. Tijd niet, maar van de zomer nog een beetje met de fiets rijden, de woensdag en de zondag met de club en de tol. En dan ook nog een beetje skiller, nee, de maandagavond in Torhout. Ja, je heeft de maandagavond skillertraining. In Torhout, ja. Heb je nog een boodschap naar al de BSC-volgers op de Facebookpagina? Kunnen we er alleen een keer zijn, dan proberen dat ze allemaal uit zichzelf verzorgen, dat ze gezond blijven. Dat ze blijven sporten en dat ze proberen resultaten te halen. Dank u wel, Willy. Ja.